Nou, wat fijn dat u kijkt naar Betty Asfalt Troost TV. En dit keer niet rechtstreeks, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want de meeste mensen die kijken toch nooit rechtstreeks. Maar het is wel de eerste aflevering van de zomerserie. Want terwijl de publieke omroep en RTL 4 en SBS met zomerprogrammering komen, tenminste, ze stoppen eigenlijk met de actualiteiten, met dit en dat. Alleen, ik geloof, Shownieuws gaat door en RTL Boulevard. Maar wij gaan in ieder geval op onze eigen manier door met de gesprekken met de correspondenten. Hè. We gaan ook een beetje terugblikken op heel correspondenten die we in de afgelopen 16 maanden gesproken hebben. Ja. En die kijken hoe het met ze gaat, die ook een tijd niet gesproken hebben. Nee, en vaak is de coronacrisis al voorbij, maar in sommige landen niet. We gaan ook met veel mensen praten die die tijdens de corona iets bijzonders hebben meegemaakt. In de quarantaine of in de lockdown, wat dan ook. Ja. Ook in het buitenland. Veel mensen gesprekken in het buitenland. Nou, en het is ook een soort familie. Jullie die nu kijken en die af en toe in de uitzending zitten. Wij ervaren het ook wel als een soort familie. We hebben bijna 150 uitzendingen gemaakt. Hè? En we hebben goed contact met de mensen, met onze kijkers, de kijkertjes. Hè? Ja, zeker. Ja, dit is aflevering 148. Oh, 148. Op vrijdag 11 juni wordt hij als eerste uitgezonden. Oh ja. Ja. De 148. Ja, vorige week was het aflevering 147. Ja, wat slim, hè. Dat we op een hele goede manier tellen ook. En waar verheug jij je het meeste op? Want als je nou even terugblikt, hè, dat vinden de mensen thuis ook fijn. Als je nou terugblikt, die 148 uitzending, of eigenlijk 147 uitzending, want dit is de 148e uitzending. Wat komt er meteen bij je boven dat je denkt van, dat vond ik een leuk gesprek of dat vond ik een goede gast? Ja, specifiek, dan is het Ernst de Korte natuurlijk. Ja, en Bert van der Brink, maar dat is natuurlijk persoonlijk. Maar daar gaat het om. Ja, gelukkig maar. Nee, maar het begin was natuurlijk heel spannend. Dat je echt nog die spanning had. Dat niemand wist wat er nou aan de hand was, waar het naartoe ging. En dat je heel erg die saamhorigheid had. Hè? Maar in het begin, dat was heel spannend. En het is nog steeds spannend, maar het is nu duidelijker. Maar dan zat je eigenlijk met iedereen te filosoferen van, ja, hoe zou het gaan en waar gaat het naartoe? En het was meer angst, maar wel een soort spanning. Het was, iedereen stak elkaar een hart onder de riem. Dus het begin was heel, dat helpt me, dat blijft me heel erg bij. Je wist niet hoe het af zou gaan lopen, of het erger zou worden. Of er je wist het in maart, april niet, of er een vaccin zou komen, in maart, april dus 2020. Ja. Hoe het allemaal zich zou ontwikkelen over de maatschappij. Precies. Ja, de oorlog destijds, 1940, kwam ook onverwachts. Ja. Ook niemand op gerekend. Nou. Nou, het dreigde wel iets, maar ik denk dat heel veel mensen erg verbaasd waren. Oh. Toen op eerste Pinksterdag in mei, op 10 mei 1940, toen ze wakker werden van de herrie en het geluid. En, of misschien van de, er hoorde helemaal geen geluid, maar dat er iets in de lucht hing. Echt. Letterlijk. Ja, ja, maar ook juist, want je hoorde juist niks, maar ze dachten, er is iets aan de hand. Of je merkt, dat het stille was dan normaal juist. Want de mensen misschien niet hun gebruikelijke dingen deden 's ochtends vroeg. Maar het is geen oorlog geweest nu. Nee. Een pandemie. Nee, maar het gaat erom dat er die hele bijzondere ingrijpende gebeurtenissen soms heel onverhoeds en onverwacht komen. En pas achteraf zijn het mijlpalen. Ja, dat is waar. En dit kwam, alleen had je in het begin dus inderdaad wel die angst. Het grappige was ook in Asfalt, dat we in Asfalt, dat alles steeds ontsmet werd helemaal. En dat je ontzettend voorzichtig werd. Dat ook het verhaal ging dat het virus op karton een aantal dagen zou blijven zitten. Ja. En dan ineens toe zou slaan. Moest dus post een paar dagen laten liggen. Ja. Maar goed, die en met Albert Heijn, dat die ook op grote afstand. Ja. Je mocht ook dingen maar één keer aanraken. Of als je ze aanraakte, moest je ze ook in je mandje doen. Ja. Of werden ze nou helemaal afgewassen. Of, het was hele. Nou, het was, je zou nu zeggen, het was lichtelijk hysterisch, kwam het over. Maar goed, men wist ook niet hoe het was. Nee, dat hebben we allemaal meegemaakt. En dat was het fijne. Dat het over de hele wereld, dat we over de hele wereld in hetzelfde schuitje zaten. En dat bleek ook met alle correspondenten die we hadden, zoals Marion Heineken van het begin af aan. In India. In India. En
En Ben Kruger in Brazilië ook trouwen. Ivo Verwoerden uiteraard in Andriette Piron in Idaho. Dus zij hebben ons er doorheen gesleept. En hoe heet die onze correspondent in Zuid-Korea? Jitse Jager. Jitse Jager. Jitse Jager. Bellen, ja, die gaan ook staat. De komende tijd. Want we blijven de hele zomer blijven we dus op onze post en blijven we in Australië hadden correspondenten. Wordt het Menno Plukker, die we zowel in Canada als in Mexico als in Taiwan mochten spreken. Internationaal hoor. Oh. Nee, Suriname is een beetje witte plek gebleven. Dus nog steeds geldt als er iemand is in Suriname. Want er wordt naar gekeken. We weten dat dit programma wordt ook vanuit Suriname wordt bekeken. Ja. Als u af en toe ons op de hoogte wil stellen van de situatie in Suriname, stuur een mailtje naar info@bettyasfalt.nl. En dan gaan we nu, denk ik, bellen, videobellen met Allard van Gent. Allard van Gent in Berlijn. We hebben ook onze trouwe correspondent gehad, Marjolein Uitzinger in Berlijn. Maar Allard van Gent, die woont ook al heel lang in Berlijn. En ook René Broeders, die hebben vorige week gesproken. Ja, dus het gaat. Het is altijd zo leuk. Dat wil ik toch ook nog wel even zeggen tegen de mensen thuis. Om. Dat die verbindingen zo makkelijk tot stand komen. Dat was in onze tijd. Was het is nog steeds jullie tijd. Uitgesloten. Ja, maar dat is. Bent er toch altijd nog? Ja, ik ben er nog, Het is ook nog steeds mijn tijd. Ja, maar mensen, maar oude mensen die zeggen dat vaak. Ja, maar vroeger was het allemaal niet. Ja, vroeger. Ja. Vroeger had je de distributieradio. Ja, het wordt inderdaad af en toe benaderd alsof het niet meer onze tijd is. Ja, het is wel degelijk onze tijd. Het is onze tijd, dat is waar. Eigenlijk moet je de tijd niet af laten pakken. Dat je als ouder iemand te bescheiden bent en denkt van jammer de jongeren, maar het is net zo goed inderdaad onze tijd. Daar moet je eens voor gaan demonstreren. Ja, nou, demonstreren, ook leuk. Even kijken hoor, hoe ik dan die Allard van Gent, die gaan we facetimen. Tenminste, Skype. Met een boek bezig, hè? Dacht ik. Kijk eens aan. Padabam. Padam. Padabam. En daar is hij, volgens mij. Nog geen beeld. Maar dat komt, denk ik, wel. Ik hoor wel al geluidjes. Hallo? Ook. Ja, hoor je me? Ja. Ik heb alleen nog geen beeld, maar nu wel. Nu wel ook beeld. En je zit meteen in de uitzending. Dus dat is wel fijn. En nog veel licht buiten ook. Zie ik wat mooi is. En een boekenkast achter je. Een goed gevulde cd-kast. Ja, en cd. En Allard, jij bent schrijver ook. Je hebt vroeger aan ons blad Mensengevoelens meegedaan ook. Ons literaire blad. En wat doe je nu zoal? Ik schrijf nog steeds. Ik bedoel, dat doe ik eigenlijk sinds ik voor jullie in het blad heb geschreven, ben ik nooit gestopt met schrijven. En kan ik het beste vertellen. Eén roman ligt al een tijdje klaar. Wanneer ben je daar aan begonnen, aan een roman? Want bij ons schreef je korte verhalen. 3 jaar geleden ben ik ermee begonnen. En ik heb in de afgelopen lockdownperiode, dacht ik dat ik een novelle had geschreven. Die was ook wel helemaal af, zo 25.000, 30.000 woorden, perfect. En maar achteraf gezien bleek het geen novelle te zijn. Dat heb ik dan van de redacteur gehoord. Maar waarom niet dan? Nou, ik heb gemerkt, en dat hebben we nu een beetje eigen inzicht met het schrijven, dat ik wilde eigenlijk dingen over die lockdown vertellen, over mensen die, ik zelf ook, die dan worden teruggeworpen in een situatie die je als kind eigenlijk kent. In één keer mag je dit niet, en je mag dat niet, en je mag dat niet. Ja. En zo reageren die volwassenen mensen eigenlijk ook. Die worden kwaad en die gaan de straat op en die pikken. Ik zag bij heel veel mensen, dacht ik van, dat zijn echt de kinderen van toen die helemaal losgaan. En dat vond ik interessant. En nou ja, goed, daar wilde ik een novelle. Achteraf gezien had ik een essay moeten schrijven in plaats van een novelle. Ja. Want voor de mensen die niet weten, wat is het verschil tussen een novelle en een essay? Een novelle is langer.
Een essay is meer, zie ik meer als een soort mening, een beetje journalistiek. Een novelle is zie ik meer als een soort korte roman, eigenlijk, maar zo te zeggen. Maar de romanvorm was eigenlijk niet geschikt voor zoiets. Maar wie bepaalt dat dan? Nou, dat bepaalt uiteindelijk de lezer. Ik bedoel, als ik een novelle schrijf, dat heb ik gezien, en dan dingen vertel die ik zou willen vertellen. Daar zit het probleem. Daarvoor is de roman niet geschikt. De roman moet een verhaal zijn. Daar word je als lezer zeg maar ingetrokken. En ik heb gemerkt dat die dingen die ik wil zeggen, dat vaak een roman de vorm het niet toelaat, laat ik het maar zo zeggen. Zo. En dat kan wel, maar dan zou je het in een verhaalvorm moeten vertellen om niet de lezer zeg maar kwijt te raken. Maar er zijn toch helemaal geen wetten? Je kan toch nee, er zijn geen wetten. Nee, er zijn geen wetten. Maar ik denk wel, als je een roman of verhaal schrijft, denk je toch een beetje met de lezer rekening. Ja, maar zoals jij het nu vertelt, lijkt het mij heel interessant. Ja, dus ja, het was ik zou het wel willen lezen dan. Ik denk dat ik er wel iets mee ga doen. Ik bedoel, het is niet weg, maar de vorm. Ik denk dat ik een andere vorm voor moet kiezen. Maar je bent niet zelf tot die conclusie gekomen. Iemand anders, die heeft het je verteld. Ik heb het via mensen die knap, via een therapeut in mijn kenniskring, die dat zeg maar zo opperde. En toen dacht ik van, hé, dat zit wel wat in. Ja, maar die bekijkt het vanuit de therapeutische hoek natuurlijk. Ja, maar precies. Maar ik heb het zelf ook ondervonden. Dat ik zelf ook, ik ben niet de straat op gegaan, maar ik merkte wel dat ik dacht van, hé, dat ken ik van vroeger. Dat je in één keer dingen niet meer mag. Als maar, kind, dat je denkt van, maar het zou heel goed zijn als hij nou uit zou komen. Dan zou het een hele actuele roman zijn, toch? Over het heden. Ja en nee, zeg ik dat. Duits zeggen ze dan het mooie jijn. Wat zeggen ze dan? Jijn. Dus jijn. Ja en nee. Hè? Oh, ja, jijn. Ja, ze zeggen in het Nederlands eigenlijk ook ja en nee. Ja. Ik denk dat heel veel mensen ook wel een beetje corona-moe zijn. Dus als je het woord al noemt, dat mensen, oh god, daar komt weer zo'n boek, er komt weer zo'n verhaal met het corona. En dat kan ik ook wel, begrijp ik ook wel in die zin. Daarom dat ik denk van, of een andere vorm, of... Ja, maar hoe heb jij de hele tijd beleefd, de hele coronatijd beleefd? Ik werk part-time in een webshop, dus een Duitse webshop. Daar worden allerlei fitnessapparaten verkocht. Dat is heel wat anders dan het is ook schrijven, maar op een andere manier. Dus ik moest dus thuis werken, waar ik dus nu zit. Ik heb dus nu aan de andere kant staan allemaal computers, daar werk ik. En ik heb corona zelf bijna mogen meemaken, omdat ik besmet werd geraakt door, dat was eind november. En dan kreeg de klassieke verschijnselen met in één keer dan kon je dus niet meer ruiken en mijn smaak was weg. Oh. En wist ik eigenlijk wel hoe laat het was. En weet je ook dan hoe het gekomen is, van wie je het hebt gehad? Je weet het nooit 100% zeker, maar de kans is zeer groot dat ik op mijn werk in het kantoor, dat het daar is gebeurd. Want daar was ook iemand met corona. Er waren meerdere mensen met corona. En dus die kans is zeer groot dat het daar is gebeurd. En die hadden zich niet laten testen of zo? Nou, het was zo, dat was net op een beetje de grens dat je die mondkapjes die wel op, of die maskers wel op moest hebben. Maar tenminste als je van de ene tafel naar de andere liep, maar als je normaal aan het werk had, hoefde het nog niet. Dus het was een beetje, achteraf gezien heb ik van oké, ik heb met iemand op een gegeven moment iets uitgelegd, weet ik nog. En volgens mij had een van ons geen kapje op. En ik heb het idee, je gaat natuurlijk terugdenken, dat het daar is gebeurd. Dat ik denk van, dat zou kunnen. Omdat die persoon ook achteraf corona bleek te hebben. Is dat het geweest? Ja. Ja. En op welk moment merk je dan? Je merkt dat je dan niet meer geen reukvermogen hebt, maar... Ja, ik merkte het eerst dat ik naar mijn werk toe ging en ik me heel, heel slap voelde. En ik wist natuurlijk, het was toen coronatijd, dus ik dacht van ik ga geen risico nemen om de collega's aan te besmetten. Dus ik heb toen, ik weet nog goed, het was voor het kantoor, ik heb dan meteen gebeld en gezegd ik ga naar huis, want volgens mij voel ik me niet goed. En toen kwam twee dagen daarna kwam een telefoontje van die collega, die was positief getest en dus als je zo'n telefoontje krijgt, dan ga je dus ook meteen naar mijn huisarts gegaan. En
ja, toen bleek dus dat ik dus inderdaad positief was getest. En had je ook koorts? Ik had zo, volgens mij over 39 had ik wel, een paar dagen had ik koorts en ook enorm veel hoesten. En ik had echt het telefoonnummer van het ziekenhuis al paraat liggen. Want je kent dan natuurlijk de beelden van televisie, die mensen die in het ziekenhuis, en daar had ik echt niet zoveel zin in. Maar goed, niet te zin, ja. Je hebt natuurlijk niks te kiezen. Maar ik hoefde dus niet, ik ben thuis gebleven, in quarantaine natuurlijk. En ik denk 5-6 dagen dat het echt niet goed ging. En daarna ging het langzaam, werd het beter. En je behoort niet tot een risicogroep, qua leeftijd of qua gezondheid? Nee, zeg met weerstand, ik was gezond, ik jogde altijd nog steeds. Nog steeds, dat is het probleem. Het is nu 7 maanden geleden, maar ik kan nog steeds niet joggen bijvoorbeeld. Je hebt geen uithoudingsvermogen of zo? Nee. Dus ik heb me helemaal laten checken, ook door de artsen. Ik heb mijn longen laten testen 3 keer. Duits-Nederlands, moet ik weer even. In ieder geval is dat risico met die longen. Maar die bleken in orde te zijn. Dus fysiek is alles in orde. Maar het is inderdaad, de conditie is weg. Geeft de arts ook een voorspelling hoe lang dat kan duren? Of dat weten ze misschien helemaal niet. Dat is het. Dat is het ongewisse. Dat ook de arts het niet weet. Er bestaat een mogelijkheid in de Charité, het bekende ziekenhuis hier in Berlijn. Die hebben een speciale post-COVID, noemen ze dat dan, afdeling. En daar zou ik naartoe kunnen gaan. Maar goed, mijn arts zei van, de verschijnselen zijn nou niet zo extreem bij mij. Maar goed, ik zit er nog steeds over te denken of ik daar naartoe ga. Ja. En zij kunnen met adviezen komen en zij doen ook meteen onderzoek op dat moment. Dus dat onderzoek is eigenlijk gaande, wat ook logisch is, omdat we natuurlijk nog geen ervaring hebben. Nee. Ja. En heb je wel je reukvermogen terug? Ja, dat heb ik gelukkig na, ik denk 5-6 dagen, kon ik ook weer dingen proeven. Want dat is, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt, dat je echt helemaal niks, dat alles, als je natuurlijk vis eet, dan heb je gewoon een spons in je mond. Heel raar beleefd. Maar niet ook, want dat hadden sommige mensen ook, dat ze iets anders proefden dan het was. Dus als je vis eet, dat je dan een paprika proeft. Dat is ook, dat is op zich ook wel een leuke ervaring. Ja, maar het is wennen. Ja, dat was voor mij niet gegeven. Voor mij was het alles of niks. Ja, en je bent op een gegeven moment, op welk moment dacht je, ik kan wel weer naar mijn werk gaan? Ik zat, een paar dagen nadat ik die besmet was, ging ook het hele bedrijf in home office. Dus ik dacht van als het 2 weken eerder was gebeurd, was ik niet besmet geweest. Nee. Dus sindsdien, dat is eind oktober vorig jaar, tot nu, tot vandaag, is nog steeds home office. Dus ik ben ook niet meer naar het kantoor geweest. Ik heb natuurlijk tijdens die coronatijd, was ik wel ziek gemeld. En heb ik me ziek gemeld, moest ik me ook ziek melden. Maar ik ben daarna wel weer aan het werk gegaan. Dat doe ik nog steeds. Dus dat is wel mogelijk dan. Ja, maar je bent niet door het oog van de naald gegaan, maar wel dat het erger had kunnen zijn eigenlijk. Dat je wel in het ziekenhuis zou worden opgenomen of zo. Ja, dat is zo relativeer ik dan ook. Als ik dan zeg, oké, ik wil gaan joggen en dat lukt nu niet, ook na zo'n lange tijd, denk ik, dat is dan toch maar klagen op hoog niveau. Want inderdaad, als je dan die andere mensen ziet die echt, of die er niet eens meer zijn. Ja. Dan denk ik van, ik heb nog enorm geluk gehad natuurlijk. Maar dan heb je ook mensen in je vriendenkring die er niet meer zijn. Nee, dat niet, gelukkig. En met joggen, je begint dan en dan denk je van, dit heeft helemaal geen zin. Of dat je al daar een minuut buiten adem bent. Precies, wat ik doe is, want beweging, dat is een beetje zo'n vicieuze cirkel. Want natuurlijk, beweging is goed. Maar goed, als aan de andere kant wordt geadviseerd om het juist heel rustig aan te doen. Dat is een beetje een paradox. Dus wat ik doe is, probeer 's ochtends te lopen, doe ik mijn trainingspak aan. En begin gewoon te wandelen. En als ik voel van oké, ik zou het kunnen proberen, dan probeer ik een stukje te joggen. En als ik merk oké, ik kan goed ademhalen, dan probeer ik het een beetje verder. Ja, het is elke dag een verrassing. Dus ik weet, het is niet het klassieke dat je zegt van ik loop vandaag 50 meter hond, dat je het zo opbouwt. Dat is onvoorspelbaar helemaal. Onvoorspelbaar is het eigenlijk. Dus ja. Op zich, zoals het leven eigenlijk is het, wordt het nog duidelijker. Je weet het niet wat er morgen komt. Nee. En nu is het in Berlijn is het
alweer wat vrijer ook. Hè? Tenminste, om weer terug te gaan naar het dagelijks leven. De terrassen zijn weer open ook. Hè? Ja, terrassen zijn al open. Die waren open met een sneltest. En dat is, geloof ik, het is vandaag de vierde, maar vanaf 11 juni, las ik net, gaan ook de hotels weer open in Berlijn. Dat is vrij recent nieuws. Ja. En ze dachten tot 50%, maar ik heb begrepen dat ze helemaal open mogen vanaf 11 juni. En vanaf vandaag, 4 juni, zijn de terrassen open zonder dat je een test nodig hebt. En de restaurants mag je ook weer naar binnen toe, maar dan wel met test. Ja. En de musea en galeries zijn ook weer open. En de theaters ook weer. Ja, ja. Dus dat begint nu echt te komen. Dat alles gaat open. Heb je Sven Ratzke wel eens gezien in Berlijn? Nee, maar die wil ik nog steeds wel een keertje interviewen. Want ik ben ook journalist. Mijn leven lang doe ik ook journalistiek werk. En die heb ik in mijn achterhoofd zitten. Ja. Oh ja. Ja, ik heb hem nog niet tegengekomen, nee. Nee, want hij heeft ik weet niet welk theater in Berlijn hij speelt. Maar ook in de coronatijd moest hij ook stoppen ineens, geloof ik. Ja, ja, ja. Ja. En ja, wat... nee, voor het theater is dat natuurlijk verschrikkelijk. Nou goed, heel veel horeca ook natuurlijk. Ja, en voor welke tijdschrift of kranten schrijf je? Ik heb een tijd lang voor kunsttijdschrift Vlaanderen gewerkt. Oh ja. Als buitenlandcorrespondent. En dat was heel leuk. Ik heb daar veel over Duitsstalige literatuur geschreven. Over Duitse schrijvers, Oostenrijkse schrijvers. Over kunst, ook over theaters in Berlijn. Maar ja, er was een kwestie van... Het geld was op. En er was een enorme bezuinigingsgolf in Vlaanderen. En kunsttijdschrift Vlaanderen... kreeg geen subsidie meer. Terwijl het blad heel lang heeft bestaan. En ze hebben het nog geprobeerd om het te redden, maar dat is niet meer gelukt. Oh. En, ja, dat is erg jammer. Ja, maar er komt natuurlijk altijd wel weer iets voor in de plaats. En mogen we ook, want ik zie steeds het licht achter je, mogen we ook je uitzicht zien? Ja, ik heb de kabel van de laptop al eraf gehaald. Oh, je hebt er al rekening mee gehouden. Ja, ja, ja. Ik heb de mensen op het terras, alleen die er zitten, heb ik niks verteld. Dus ik weet niet of... Even kijken of dat lukt, hè. Kun je zoiets zien, of niet? Ja, Tosi. Yobi House, het is een Indisch restaurant. Welke wijk van Berlijn is dit? Dami vraagt... In welke wijk van Berlijn? Ja, je ziet het wel. Dami vraagt welke wijk van Berlijn het is. Schöneberg is dit. Schöneberg. Oh ja. Schöneberg. Mooie wijk. Ja. Ja, het is een hele geliefde, mooie wijk. En ik woon hier nog wel pas sinds een jaar. Ik heb daarvoor 9 jaar in Kreuzberg gewoond. Oh ja. En de andere kant van het... ik heb nog een raam, ja, namelijk. Oh, wat een luxe. En dan zie je de fietszaak, ik weet niet of je die ziet. Bicology, noemt die. Dat gele. Het gele, ja. Ja. Ja, en een kruispunt. Ik woon eigenlijk bijna midden op straat. Op een kruispunt, ja. Ja, wat leuk. En tot slot, Allard, heb je nog een boek wat je zou kunnen aanbevelen, wat mensen zouden kunnen lezen? Er zijn ook veel. Ik heb ontdekt, vond ik, Charlotte van den Broek, de Vlaamse dichter. Nachtdrift, ja. Ja, en ik ben daarmee bezig omdat dit ook in het Duits verschijnt. En ik weet dat zij ook een boek heeft geschreven, een proza heeft geschreven. Ik heb even de naam niet paraat, maar het klinkt allemaal heel goed. Dus Charlotte van den Broek ga ik zelf even, ga ik ontdekken, lezen. En misschien dat andere mensen dat ook kunnen doen. Ja, wat dat betreft heb ik nog een heleboel, nog een behoorlijk lijstje met wat ik allemaal wil lezen. En je had ook een boek, over architectuur. Ja, dat was die Charlotte van den Broek. Zij heeft dat geschreven. Ja, inderdaad over dat, dat zij gebouwen heeft bezocht waarvan de architect of zelfmoord heeft gepleegd of ziek was. Of een van in het privéleven is iets gebeurd. En zij heeft die heel bewust opgezocht en dat schijnt een heel goed boek te zijn. En ik las het omdat het in het Duits is uitgekomen. Maar goed, dan ben ik natuurlijk gaan zoeken en dat is natuurlijk in het Nederlands al eerder verschenen.
En het komt in Duitsland heel goed aan. Ik heb hele goede recensies en het is heel interessant. Is het ook afwijkende architectuur dan vanwege... Dat moet ik ook zelf nog zeggen. Ja. Ik weet alleen maar, zeg maar, de opzet van het boek is vrij uniek. En omdat zij ook elk gebouw een eigen mening geeft. Maar of je het aan de gebouwen kunt zien, weet ik niet. Nou, Arnoud, Dami heeft de vraag. Sven Ratske treedt op in het Renaissance Theater in Berlijn. De Knesebeckstrasse. Ja. Oh. Daar ben ik al een keer geweest. Dat theater ken ik. Is een leuk... Ja, ze ziet er focus leuk uit. Ja. Nou, dat is ook een leuke tip voor mensen die naar Berlijn gaan. Want mensen kunnen dus binnenkort weer naar Berlijn gaan. Of moet je nog wel een PCR-test hebben als je met de trein gaat? Over het reizen weet ik niet. Dat verandert ook elke keer. Ja, het is steeds weer anders, ja. Maar goed. Maar de stad zelf is momenteel, zeg maar, bijna zoals voor de... Nou, dan kun je niet zeggen zoals voor de pandemie, maar het is een stuk toegankelijker. Zo, dat, ja. Ja, het gaat in ieder geval... Binnen een paar weken is het allemaal weer vrij. Dami, heb ik heb nog een mening dat het boek van Charlotte van den Broek heet In het Nederlandse Waagstukken. Ja, en precies, is bij de Arbeiderspers uitgekomen. Ja. Oh ja, misschien is het ook wel leuk om te bespreken dan, Waagstukken. Nou, precies, dat was dat boek dat we... Precies, dat ja. Nou, Arlaat, we hebben veel informatie gekregen bij de mensen over de hele wereld. Want we worden bekeken door Nederlanders over de hele wereld wat aan hebben. Ook. Daar gaat het om. Nog een veel sterkte. En misschien in de loop van de zomer kunnen we nog een keer bellen om te vragen of je conditie alweer wat beter aan het worden is. Of je alweer kan joggen. Ja, nee, ik hoop dat het dan hier in het trainingspak zit. En dat ik wel zeggen van ik loop maar weer kilometer per dag. Ja. Hartstikke goed. Tot de volgende keer dan. Oké, jullie ook veel succes met de programma's. Ja, dankjewel. Dag Allard. Dag Allard. Dag. Nou, het lijkt me wel interessant. Ja, leuk was dat. In Waagstukken presenteert Charlotte van den Broek, elegant laverend tussen beschouwing en vertelling, 13 teksten over tragische architecten. Het zijn de verhalen van bekende en vergeten bouwmeesters die zelfmoord pleegden op of in een door hen ontworpen gebouw of omwille van het gebouw. Nou, het is wel een mooi gegeven. Maar misschien vanwege faillissement of zo. Een leuk invalshoek. Nee. Ja, nou dat kan. Dat het niet als het nog niet opgeleverd is of zo. Dat is ook in Almere een keer gebeurd. Maar het kan ook zijn dat er heel veel kritiek op komt, dat het een mislukt gebouw is. Of dat ze tijdens de bouw struikelen. Nou, of dat ze toch een zelfmoord dachten. Ja. Dat ze dachten, nou, Gaudi, laat ik dat maar in mijn eigen gebouw doen. Gaudi van de Sagrada Familia in Barcelona. Ja. Die kathedraal die nog steeds aangebouwd wordt. Ik geloof nu wel bijna af is. Ja, maar dat ook weer vertragen omdat er nu geen toeristen komen die geld geven. Sorry. Maar in ieder geval, die bewonderden zijn gebouw en aanbouw en liepen achteruit om iets beter view te hebben en kwam toen onder de tram. Ach, ja, is echt waar? Ja, zo is dat het verhaal. En dood. En dood, ja. En dat is al gebeurd voor mij voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, en die komt niet in het boek voor natuurlijk, omdat het geen zelfmoord is. Nee. Nou, even kijken of ze... Nee, ze moet wel zelfmoord gepleegd hebben, inderdaad, ja. Dat is een voorwaarde. Sowieso wel leuk, misschien om Charlotte van den Broek hier een van de komende uitzendingen over te gaan bellen. Ja, dat is wel leuk, want we willen ook naar de Biennale. Dit jaar is in Venetië de architectuurbiennale. Daar gaan we begin september heen. Dat is ook wel leuk, want dan kunnen we ook daar een reportage maken. En dan zeggen bij alle ontwerpen die je ziet, bij welk gebouw zou de architect zeggen, nou, dit is zo erg wat ik nu gemaakt heb. Ja. Ik kan er beter een einde aan maken. Nee, maar zo. Maar ik zit erover aan te denken, want het is toch heel bizar eigenlijk. Als er één iemand dat doet, kan ik me voorstellen. Maar als je een heel boek eraan kan wijden met dertien. En er zitten ook Nederlanders tussen. Of dat weet ik. Nee, dat denk ik niet. We komen erop terug. Ja, we komen hierop terug. Het is ook wel een interessant onderwerp om over na te denken waar jullie ook wonen. Nick Teunissen, die hebben we ook vaak geïnterviewd. Die woont in Sarajevo. En in eerste instantie was het naar aanleiding van de documentaire van Koen Verbraak. Omdat hij
En nou, voor, ga ik het dan te ingewikkeld maken? Dan ga ik het misschien te ingewikkeld maken. Ja, dus maken, ja, over Srebrenica. En ja, je had het ook daarover gemaakt. En er waren ook mensen, nog eens nog een speciale film over, naar aanleiding van een van de jongens die daar voor het hek kwam. En ja, die, waar die vriendschap mee ja, sloot. En die was opgespoord door die soldaat. Een van die soldaten. En een van die soldaten die daar een boek over die daarover geïnterviewd is, die had weer contact met Nick Teunissen. Ja. En daar ook ter plekke. Want die moest de verbinding leggen met de moeder, geloof ik, van die jongen. Zo. Om een foto te geven van dat was ook het is al wat terug te zien. We gaan Nick Teunissen bellen. Ja, we gaan Nick Teunissen gewoon bellen. En dan moet ik even kijken of ik dat doe met FaceTime. Doe ik dat gewoon. Ja. Hallo. Hoi, zo, hallo. Dag. Ik zal hem even omdraaien. Zo. En deze weg. Nou, je bent mooi, wat zonnig. Buiten. Ja, want ik denk ik kan binnen gaan zitten, maar het is buiten gewoon echt fantastisch weer. Joh. Het is echt hoogzomer, dus... Maar hoe is het met jou? Want, hoe is de situatie nu in Sarajevo? Ja. Nou, wat lief dat je het vraagt. Nee, gelukkig heel goed. We hadden hier in, even kijken hoor, een beetje aan het begin van het... Nou, een beetje boel aan het begin van het jaar. In februari, maart was het echt dramatisch. Toen waren we echt een soort van Bergamo 2.0 geworden. Oh. Echt wel heftig. Ook de oma van mijn partner overleden. Oh van, ja, god. Ja, en, nee, en eigenlijk ja, zo rond april begon het weer een beetje te dalen. En nu is het echt, is er bijna, geen enkele besmetting is overdreven. Maar het is, ik heb nog even gecheckt, het waren er 89 over het hele land verspreid. het is eigenlijk niet heel. En men publiceert nu ook de cijfers pas om de week in plaats van... om de dag, wat ze voorheen deden. Ja. Dus het gaat heel goed. Ja, oh, mooi. En zijn jullie al gevaccineerd ook? Nee, nog niet. Het is een bijzonder verhaal. Servië had wel de grens opengegooid voor alle Bosnische medemensen om gewoon je prik te gaan halen. Die konden ze gratis gaan ophalen. Kan nog steeds trouwens. Wij hebben dat nog niet gedaan, omdat we ook gewoon uit petite tijd naar onze ouders, die nog niet gevaccineerd zijn, dat we dachten van nou, laat hen maar eerst gaan en daarna doen wij het wel. Ja, maar jouw ouders, die wonen in Nederland, toch? Exact, ja. Dus die krijgen als het goed is nog een uitnodiging. Er zit wel wat vertraging geloof ik in. Maar hoe oud zijn je ouders dan? Mijn moeder is, even kijken hoor, die is van 1952. Ja, wel lang. En even kijken, mijn vader is van, moet ik het goed zeggen, 1946 is hij. Ja, dat is mijn jaar. 1983 is aan de beurt nu. De geboortejaar 83 is nu aan de beurt. Ja, dat weet ik zo. Nee, ja, dat hebben ze waarschijnlijk al gehad. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik moet... Ja. We hebben wel veel contact, maar... mijn vader is ook, maar dat wordt het wel, ja, dat mag wel heel persoonlijk, maar die is ook hartpatiënt. Dus weet je, we hebben het vaak over andere dingen, moet ik eerlijk zeggen. Het kan niet anders dan dat ze het al hebben gehad. Nee, precies. En ze zijn ook, mijn moeder is oud verpleegkundige, dus die houdt wel van een goede medische achtergrond. Ja. Ja, dus als zij deze uitzending ziet, dan gaat ze meteen jou bellen. Van hoe kom je er nou bij? Want we hebben het al... 3 maanden geleden gehad. Erg, hè? Ben ik een slechte zoon eigenlijk, ja. Nee, en je zei het als excuus om zelf niet gevaccineerd te hoeven worden. Oh, jawel, absoluut, dat ze wel. Maar goed, ik kom net een beetje aan de beurt, toch? Maar laten we eerst maar de ouderen en de kwetsbaren doen. En dan komen de wat jongeren. Mag ik mij nog jong noemen? Hoe oud ben je dan? Ik ben van 82. Ja. Bijna 40. Ja, dan mag je natuurlijk jong noemen. Je mag. Mensen van 50 zijn tegenwoordig al jong. En laat staan 60. Dus het gaat de goede kant op. Maar in Sarajevo zijn nog niet. Alle ouderen nog niet gevaccineerd? Eigenlijk wel. Ja. En het systeem begint nu langzamerhand wel een beetje goed op gang te komen. Het gaat er ook echt heel goed aan toe. Ze hebben van die enorme hallen, weet je, fabriekshallen, sporthallen. Ja. En daar is het echt wel heel goed in geregeld, ja. Dus het was echt onlangs dat de ouders van mijn partner, van mijn vent, een oproep kregen. En eigenlijk vrijwel, geloof ik, direct de volgende dag of de dag daarna daar naartoe konden om dat te doen. En dat verbaast ons eigenlijk wel, want het is niet echt op zijn balkans, zeg maar. En we zijn natuurlijk ook echt uit een periode waarin dat allemaal heel rommelig en chaotisch verliep. En er gewoon heel weinig vaccinaties voorhanden waren. Weet je, ze hebben ook wel een aantal donaties gedaan.
gekregen vanuit verschillende landen. Maar het ging er heel rommelig aan toe. Maar het begint nu langzamerhand wel op orde te komen. Ja, ja. En het vaccinatiepaspoort wordt natuurlijk ingevoerd. Dus dat is ook wel handig als je dat hebt, toch? Als je door ja. Europa wil reizen weer. Ja. Nou ja, volgens mij vooralsnog is het nu gewoon, je kunt ook gewoon in en uit gaan als je een PCR-test hebt gedaan. Maar dat maakt het reizen inderdaad uiteraard wel veel makkelijker met de tijd. Ja, want je hebt nog geen plannen om naar bijvoorbeeld Nederland te gaan? Jawel, ja. Ik denk dat ik in september weer even overkom. Want dan hebben we ook de uitloop van een boekpresentatie die ik in juli doe. Hier in het Memorial Centrum in Potocari. Dat boek gaat over Srebrenica. Het welbekende hoofdstuk, ja. Ook uit de Nederlandse geschiedenis. Dus, en die link naar Nederland is er natuurlijk ook. Dus in september kom ik graag even over om ook de boekpresentatie in Nederland te verzorgen. Oh ja, nou dat gaan wij dan ook volgen. Want zou dat mogen? Het is al naar de drukker nu. Het is een fantastisch proces. Het is in 3 talen geschreven. Dus het is mijn eerste boek. Daarom zeg ik ook fantastisch proces om dat dan ook eens mee te maken. We zijn eigenlijk theater maken in hart en nieren. Maar hoe dat dan met een boek zit. Maar we hebben een hele toffe uitgeefster en een hele goede fixer op de Balkan. Oh. Dan allemaal heel geweldig uitzet. En het is dus in het Bosnisch, in het Engels en in het Nederlands. En we zijn nu in het proces van, dat het bijna uit de pers komt. De drukpers, zeg maar. Oh, ja. Ja, en dan gaan we het op 10 juli gaan we het lanceren. En dat doen we op 10 juli doen we dat, nou nogmaals, in Srebrenica, in Potocari. Dat is voor de mensen die Srebrenica niet kennen, de oude Dutchbed compound. Dat is een soort van niet een wijk, maar een soort van fabrieksterrein voordat je Srebrenica stad binnenkomt. En daar zijn uiteindelijk ook alle mensen die destijds zijn teruggevonden en tot op de dag van vandaag worden teruggevonden, begraven. Dat is die enorm indrukwekkende begraafplaats. En daar brengen wij het boek terug naar het graf van de jongen waar het boek ook over gaat. En we overhandigen het boek dan aan het graf. Aan een van de dichtstbijzijnde familieleden van Esmir, zo heette die jongen destijds. Of heet die jongen. S'avonds aansluitend doen we een livestream event organiseren in het Memorial Centrum, waarbij we helemaal over het boek uit gaan wijden, in gesprek gaan. En een aantal heel bekende Bosnische zangers en acteurs en actrices ook in het programma hebben die delen uit het boek gaan laten zien. Om het ook voor hopelijk ook de Nederlandse kijker, maar ook voor internationale kijker levendiger te maken, om het maar letterlijk en figuurlijk zo te zeggen. Maar dat zal behoorlijk emotioneel worden dan, denk ik. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat er ook wel eigenlijk een beetje. Het is een heel bijzonder mooi proces, maar het is ook een heel heftig emotioneel proces. Het duurt eigenlijk natuurlijk nu al wel 1,5 jaar, 2 jaar, inclusief het schrijven en het uitzoeken van het verhaal. Ik kijk er eigenlijk ook een beetje tegenop. Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant vind je het heel fijn als het verhaal eenmaal er is, geboren is. Maar aan de andere kant is het echt heel heftig. Natuurlijk, ja, we hebben heel veel familieleden die ook in het boek voorkomen met verhalen en anekdotes over Esmir. Die dan bij het graf ook zullen zijn, vrienden. Ja. En met wie we later ook in gesprek gaan, ook in het Memorial Center. Ja. Want Esmir was ook de jongen die ook bevriend raakte met een Dutchbatter. Absoluut, ja, absoluut. Esmir was een vluchteling uit een nabijgelegen dorp bij Srebrenica. En met heel veel andere vluchtelingen uit de nabijgelegen dorpen zijn ze halverwege de jaren 92, 93 richting Srebrenica allemaal gevlucht. Dus je moet je voorstellen dat die stad, die normaal iets van 6.000 inwoners telde voor de oorlog, op het hoogtepunt van de oorlog om en nabij de 40.000 mensen, vluchtelingen, had. En daartussen zat Serge als Dutchbatter. Die bewaakte het wapeninnamepunt, het wapencollectiepunt. En hij stond daar altijd achter dat hek waar die wapens lagen. En daar was Esmir ook. En zo ontstond er een vriendschap. En Serge is ook hobbyfotograaf. Serge is de Dutchbatter nogmaals. En die schoot een aantal hele mooie levendige portretfoto's van Esmir. En zo is het verhaal eigenlijk zoveel jaar na dato gaan rollen. Omdat Serge mij vroeg van, God, Nick, kun je mij helpen om om familieleden van Esmir te vinden, om deze foto aan hen te geven. En zo is het verhaal eigenlijk ontstaan. Maar gaandeweg ontdek ik veel meer over Esmir. Wie is hij? De verhalen van vrienden, de anekdotes. En dan komt er eigenlijk voor mij persoonlijk een heel ander beeld van Srebrenica naar voren, dat ik eigenlijk gewoon als kind destijds niet heb gekend. En ook in de jaren die daarop volgden nooit voorbij heb zien komen in artikelen of op de televisie, wat dan ook. Dus ik herken er bij destijds niet in.
Gedurende die 25 jaar die er overheen gaan ook niet. En ja, ik heb eigenlijk op die manier een hele persoonlijke band mee gekregen. En ja, ook een hele mooie kant ontdekt. Een stad van voor de oorlog die bloeide, die haar eigen Wirtschaftswunder had, letterlijk en figuurlijk. Een hele vooruitstrevende stad was. En waar, ja, waar uiteindelijk natuurlijk een gruwelijke genocide overheen is gegaan. En dat beeld is natuurlijk zo bij ons allen in het collectieve geheugen gegrift. Maar ja, wie zijn die mensen dan? En dat verhaal, dat fascineerde mij. Ik denk, wie waren überhaupt de bewoners en de inwoners van Srebrenica? Ik hoorde nooit wat over. Alleen maar kille cijfers en grote politieke verhalen. Maar nooit van wie waren en wie zijn die mensen? Nou ja, daar hopen we dan uiteindelijk ook een bescheiden antwoord op te mogen geven met het boek. Ja, nou wat mooi, toch een prachtig project ook van je. En waarom ben je zelf in Srebrenica gaan wonen? Of in... Nou, we wonen in Sarajevo. Oh, ik kan in het leven, ja. Van Sarajevo. Maar ja, bijzonder genoeg was Sarajevo gedurende de oorlog, eigenlijk net als Srebrenica, natuurlijk ook een stad volledig omsingeld en onder beleg. En in het enige verschil, nou ja, het enige er zijn heel veel verschillen, maar een groot verschil tussen Sarajevo en Srebrenica was dat, je moet je voorstellen, de steden, zoals Srebrenica als Sarajevo, liggen helemaal omringd, of liggen in een dal met allerlei bergen eromheen. Dus het is echt prijsschiet. Het was gewoon een openluchtgevangenis de facto, allebei de steden. Alleen Sarajevo had een tunnel die vanuit de stad, het is eigenlijk middeleeuws beleg geweest, naar de vrije wereld leidde. Of in ieder geval naar een plek waarvanuit je naar de vrije wereld kon ontsnappen. En dat is denk ik eigenlijk wel de levensaarde geweest die Sarajevo in leven heeft gehouden. En Srebrenica had hij niet. En ja, uiteindelijk is dat een essentieel verschil. Maar ja, Sarajevo doet maar vaak ook wel aan Srebrenica denken. Hè. Dus ja. Er zijn natuurlijk ook mechanismen, of ik wil zeggen, dieperliggende oorzaken en verbanden en overeenkomsten die ik wel zie, uiteraard. Ja. Maar waarom trekt het je aan, Sarajevo, om daar te wonen? Het was in eerste instantie heel persoonlijk, omdat mijn geliefde, mijn partner, mijn vent, daar vandaan komt. Omdat ik eigenlijk heel weinig wist van Sarajevo, van Srebrenica, van de oorlog. Ik dacht dat ik wat wist, maar uiteindelijk bleek dat ik helemaal niets wist. En ja. Dat fascineert mij ook als theatermaker en als schrijver. Dat ik denk van ja, ik had vroeger op de middelbare school heel veel vriendjes en vriendinnetjes die uit Bosnië kwamen. Hoe kwam dat dan? Ja, die vluchten en die belanden bij ons in de klasse, letterlijk en figuurlijk. En wij deden cabaret met Peter Heerschop en Figo Waas, die waren destijds gymdocenten. En mijn eerste liedje ooit gaat over is geïnspireerd op een verhaal van een jong iemand uit Bosnië. En dus ik dacht dat ik er wel wat had van mee had gekregen. Maar ja, als je uiteindelijk hier komt, hier leeft en ziet wat er gebeurt en wat er gebeurd is, ja, dat... Dan wordt het letterlijk figuurlijk een heel ander verhaal. Dus dat, ja, dat fascineert me. En dat geldt ook voor Srebrenica, idem dito. Ik denk, wat weten we er eigenlijk van? Behalve de verhalen die we altijd wel ergens op 11 juli voorbij zien komen. En je wordt niet... je levenslust wordt niet bepaald door de herinneringen en door de gebeurtenissen die er plaatsgevonden hebben. Nou, wat een bijzondere vraag in de zin van dat ik mij die vraag heel vaak stel of dat al met me is gebeurd of niet, Paul. Eerlijk gezegd, ik denk dat ik er wel heel erg voor moet waken. En we bereikten wel de afgelopen maanden echt een punt. Ik heb ook een voorstelling over het vluchtverhaal van mijn partner gemaakt. Dat was 2 jaar voordat dit boek geschreven werd en uitkomt. En er komt wel een punt dat je verzadigd raakt. En dat we echt zeiden van, joh, weet je, is het niet even genoeg voor de komende tijd? Moeten hier niet een ander verhaal even worden uitgekozen? Want het gaat wel op een gegeven moment in je systeem zitten op de een of andere manier. En daar moet je wel voor waken. En een vriendin van mij zei tegen me, Nick, je mag de verhalen wel voelen, maar je mag ze niet vasthouden. En dat heb ik wel van haar overgenomen, want die wijsheid voor zover ik die een beetje bezit had, ik destijds nog helemaal niet. Dus ik, ja, je kan er soms echt wel, het kan je wakker houden. Maar ja, misschien als het boek uitgekomen is, en dat is dan toch ook een, een soort, toch ook een, voor jou ook wel qua werk een hoogtepunt natuurlijk, en qua emotie en aangrijpend. Het zou kunnen dat je daarna weer een beetje afkikt. Ja,
een ontlading hebt gehad. Ja, dan... een ontlading hebt gehad. En als je naar Nederland gaat, dat je weer anders gaat voelen. Maar je voelt je in ieder geval ontzettend thuis daar. Ook, ja, ook tijdens de lockdown dus helemaal. Ja. Ja, het verschil, of nou, het verschil, steeds om in verschillen te praten, is ook zo'n ding. Maar ja, de Bosniërs zijn gewoon hele mensen die heel erg met hun familie begaan zijn. Dus, ja. En ik heb dat van huis uit eigenlijk ook wel meegekregen. Als ik zo terugkijk, denk ik, nou, ik ben eigenlijk best wel heel erg Bosnisch opgevoed. Weet je, wel heel erg met de familie, heel veel gezelligheid opzoeken. En ik vind dat fantastisch. En dat is hier... alom aanwezig nog altijd. Ja. En, dus dat hartelijke, dat warme, niet, daarmee niet gezegd hebben dat het Nederlanders dat niet hebben. Nee, dat heel je moet voorzichtig zijn. Ja, je moet heel voorzichtig zijn. Kom je zijn, niet meer in. Dan, anders word jij heel boos. En dan je, oh. Nee, maar dat is echt zo. Ik bedoel, er is gewoon een groot cultureel verschil. En dat, nogmaals, als theatermaker en als schrijver vind ik dat waanzinnig interessant. Nederland is natuurlijk, met name wel, volgens mij mag ik dat wel stellen, historisch gezien echt een money-driven country. Ja. Terwijl dit is echt een cultural-driven country. Ja, ja. Ja. Dat merk je, dat zit ook, cultuur zit echt gewoon, dat wordt met de paplepel ingegoten, dansen, zingen. Mannen dansen hier, die zingen voor je. Dat, en dat heeft niets met associaties te maken valt ook op andere mannen dan of zo. Weet je, wat je toch in Nederland vaak hebt, maar dat doe je aan ballet, als je danst dan... dan kom je uit het theater, heb je waarschijnlijk een vriend. Weet je wel, zo'n voetbal. Oh ja, ja. Je hebt nou wel artistiek je vinger voor de camera, voor een deel. Maar niet uit. Toch een soort van donkere wolk die ik ook En je zit nu in je eigen tuin, hè? Dat is wel leuk, ziet er heel mooi uit. Ja, nou, Nick, even aan Dami vragen of die nog een vraag heeft of... Nee, misschien moeten we ook aandacht besteden aan die stream die op 11 juli dan plaatsvindt. Ja, dat sowieso. Maar toen moet er zijn een tijd wel. En ook de Nederlandse televisie moet daar natuurlijk aandacht aan besteden. Nou, lieve Dami, lieve Paul, het zou fantastisch zijn als jullie ons daarbij willen helpen. Het verhaal van Bosnische Nederlanders en van Bosniërs hier, daar is zo weinig eigenlijk over bekend. En het is ook een beetje, het doel is een beetje boel om juist ook het verhaal van de Bosnische medemens uiteindelijk naar buiten te brengen. In alle bescheidenheid, maar er wordt al 25 jaar lang weinig tot niets over verteld. Nee. En ik zou het graag een keer met z'n allen willen doorbreken. Ja, nou, dat gaat je lukken. En Mark, heb jij nog een vraag? Heb je je wel ingesmeerd? Ja, Mark, absoluut. Nee, anders brand je hier weg, geloof me. Nou. Het is echt, helemaal. En de kersen zijn al gerijpt, die zijn al rijp. Nou nee. Het is kersentijd nu toch? Het is nu kersentijd, dacht ik. Is het? Oh echt waar? Nou, zijn jullie al van de boom af? We hebben wel een kersenboom, maar ik zag nog niks zitten. Dit is de tijd waarop onze rozen allemaal open gaan. Oh, ja. Nu wordt het heel tuttig hoor, maar het is prachtig. Alle rozen gaan open. Ja. Wordt een soort operette-sfeer, krijg je daar. Ja. Nou, Nick, heel veel sterkte en plezier ook vooral. En we houden dan contact in elk geval. Heel graag. Hoe het verder met je gaat. Bedankt ook voor jullie aandacht en tijd. En keep safe. Ja, en, jij ook. En tot de volgende keer. De groeten je vriend ook. Insgelijks. Dag. 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 Nou, wat een interessante uitzending met interessante mensen die, wat fijn ook dat ze uit kunnen praten, hè? Dat het niet afgerond wordt. Nee, is het niet anders dan te lang afgebroken. Ja. Ja, dat weten we wel van die Bosniërs. Ja, en de mensen thuis die hebben daar ook zin in, gewoon in lange gesprekken, in intense gesprekken, toch? Denk ik wel. Als je er tijd voor neemt. Als je maar de tijd voor neemt. Ja. Het is nu toch al een beetje een boekenprogramma aan het worden. Ja, leuk. Maar we moeten nu wel even naar Ati van de Ende bellen. Ja. En dat die zit Skype, in Zuid-Frankrijk. En die heeft daar het grootste deel van de quarantaine, van de lockdown, heeft ze daar in Frankrijk in... isolatie die kon niet meer weg ook, hè? Ja. Zo, en dan zo. Van de hot naar her gaan we. En nou zitten we in Zuid-Frankrijk. Dag, Ati.
Dag Paul. Hallo. Wat leuk om je te zien. Ja, leuk jou te zien met een tralies voor de ramen, zie ik. Ja, je zit al in de uitzending. Het is geen gevangenis. Nee. Nee, ik zit niet, alles behalve een gevangenis is dit. Ja, want je zit nu in de uitzending al in Betty Asphalt Troost TV. En op welk moment kon je niet meer weg vanuit je huis? Want jullie hebben daar een huis in Frankrijk, we noemen geen plaats, maar... Nee, wij zijn hier in maart 2020 gekomen en wij zouden maar 14 dagen blijven. En dan gewoon weer naar huis, het zou even vakantie zijn. En wij waren hier een paar dagen en toen werd die lockdown afgekondigd. En ik vond het eerst nog wel een beetje spannend, want niemand wist natuurlijk wat corona betekende. En ik dacht, moet ik misschien thuis zijn voor vrienden en geliefden? Dus wij hebben de koffers nog gepakt, hebben in de gang gestaan om naar huis te gaan. Maar Frank, mijn man en iemand anders wisten me te overtuigen en zeiden, je kunt nergens beter zitten dan in Frankrijk. Oh, want, ja. Het is hier, je zit hier op het platteland. Het is hier zo veilig. We hebben nog geprobeerd om via de ambassade te horen te krijgen of wij überhaupt op enig moment wel uit konden. Want ik dacht, hoe gaat dat? Gaan ze nou grenzen afsluiten? Gaan ze daar gendarmes bij plaatsen? Dus, en op een gegeven moment dan zakt de onrust ook wel. Want dan begin je het een beetje te snappen. En toen hebben wij hier heel bijzonder 3 maanden vastgezeten. Ja, en vol tevredenheid dus. Ja, het was zo bijzonder. Ik weet nog dat ik in die eerste week stond ik hier boven aan de berg. Want wij hebben een huisje op de berg. En we kunnen een dal inkijken. En ik stond boven op de berg en iedereen moest hier, de eerste weken moest hij binnen een straal van 1 kilometer van het huis af blijven. Dus je mocht niet verder dan 1 kilometer van je huis vandaan. Ja. En ik stond daar en ik zag in het dal, zo in de schemering kwamen allemaal huisjes, lichtjes tot, gingen branden. En ik dacht, goh, wat bijzonder. We zitten allemaal in dezelfde omstandigheid. We kunnen elkaar niet bereiken. Nee. En het gaf eigenlijk... Aan de ene kant was het dus heel idioot. Hè? Niemand kon bij niemand komen. Maar het gaf zo'n enorm gevoel van verbondenheid. Ja. Hier zitten we dus. De hele wereld zit vast in lockdown. En het enige wat we hebben is de liefde voor elkaar. Zo voelde het. Ja. Ja, maar dat is ook wat wij ervaren hebben met onze uitzending. Want we zijn vanaf 13 maart met uitzendingen begonnen. En via YouTube is het over de hele wereld te ontvangen. We krijgen dus reacties uit Mexico, uit India, uit overal Australië, Frankrijk. Overal voelden de mensen dat ze in hetzelfde schuitje zaten. En dat gaf troost eigenlijk. Ja. Dat je er niet alleen voor stond. Ja. Maar zo'n verbondenheid, ja. Ja, en jullie zitten dan ook nog wel in je eigen huis ook. Dat scheelt ook. En, dat scheelt. En je hebt de ruimte, de natuur om je heen. Ja. En kon je wel naar de winkels gaan in die maanden? We konden wel naar de winkels gaan, maar dan moest je een formulier meenemen waarop stond dat je boodschappen ging doen. Liepen net mensen achter je voorbij. Door het raam zag ik mensen voorbij lopen. Ja, dat klopt. Oh, dat is geen gevaar. We zitten hier met z'n zessen op dit moment. Dat is geen gevaar. Ja. Nee. Dus we moesten een formulier bij ons hebben. En Frank, mijn man, is ook inderdaad aangehouden en is ook gecontroleerd. Van, heb je het formulier bij je? Ik hoorde ook van onze buren dat hun vrienden geprobeerd hadden om elders boodschappen te doen. En dat ze ook teruggestuurd zijn. Van nee, je moet wel naar de dichtstbijzijnde supermarkt gaan en niet er een dorpje bij pikken, zeg maar. Oh. Dat mocht niet. Nee. En dat was eigenlijk, het viel me eigenlijk ook op hoe gehoorzaam men was. Want als Nederlander heb je dan de neiging om te denken, nou ja. Bepaal het zelf wel.
Dat bepalen we zelf wel, ja. En we doen er een paar kilometer bij. Maar die hadden ook keurig het vorm. Als we gingen wandelen, want we konden hier in de buurt natuurlijk heerlijk wandelen. Die gingen inderdaad met dat formulier en die bleven. Ze hadden maar iets op de telefoon waardoor ze konden zien of ze buiten die kilometer kwamen. Oh. En zo keurig hielden ze zich aan de opdracht. En met mondkapje op ook. Ja, dat is ook bijzonder, hè? Soms in de velden nog mensen met mondkapjes te zien. En ik heb ook gehoord dat hier in het dorp de gendarmes gewisseld werden. Dus dat de gendarmes niet mochten controleren in hun eigen dorp. Maar dat ze dus wisselden, onderling. Zodat je dus niet kon krijgen dat je opeens je broer zag. Ja. Ja. En dat je die kon mazzelen of dat je die een boete moest geven. Nee, of een café-eigenaar of zo. Een café. Ja, dat wat slim ook. Maar je zag ook wel in het buitenland, en je hoort ook van iedereen, dat in het buitenland iedereen een mondkapje droeg. Mijn broer die was in Las Palmas op de Canarische eilanden, waar het dus heel veilig was. Alle terrassen bleven open, de hele lockdownperiode. Maar iedereen, ook op het strand, droeg een mondkapje, eigenlijk. Heel gedisciplineerd. De kleuren van de bikini, of... Een trikini zou leuk zijn dan, een boven. Maar dat ze dat overal deden, en alleen in Nederland... maar het heeft ook met de overheid te maken, die vanaf het begin af aan het mondkapje belachelijk gemaakt heeft, eigenlijk. En nog steeds, wordt nog steeds gezegd dat mondkapje helemaal geen zin heeft. Maar die discipline hebben wij in Nederland niet... Nee, en ik merkte wel dat toen ik hier boodschappen ging doen met dat mondkapje, dat inderdaad het wel het effect heeft van, het een idee geeft van, nou, je kan mij niet zoveel maken, want ik heb een mondkapje. En als dat inderdaad niet helpt, dan is dat inderdaad een verkeerd signaal. Ja, maar het helpt wel, dus. Of denk jij van niet? Dat zaadje van wantrouwen is wel geplant. Ja, door, dat is geplant, ja. 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 En jij kon ook gewoon in de lockdown doorwerken, want je bent psycholoog. Ja, ja, was ook een bijzondere ontdekking, want ik heb eigenlijk zelden of nooit telefonisch contact. En nu moest dat opeens. En dat ging eigenlijk ook goed. Het is niet altijd een goede vervanging, maar het is zeker second best. Nou, misschien in sommige gevallen ook nog beter. Dat ze gewoon, en in sommige gevallen. Dat ze gewoon thuis zitten en misschien meer vrijuit praten dan anders. Het kon in sommige gevallen, was het wel eens beter, ja. Ja, ja. Neem dan ook Andriette Piron in de Verenigde Staten, ook een psychologe. En die heeft ook alles thuis gedaan. Dus het is ook. Je zou het ook dus kunnen combineren later. Hè? Dat je ook mensen uit het buitenland, Nederlanders bijvoorbeeld in Australië, die toch met jou contact willen hebben. Dat bestond al, hè? Dat er. Mensen waren die bijvoorbeeld ook expats in Singapore konden blijven behandelen. Omdat er al een bestaande behandeling was. Of omdat je daar zat met waar moet ik nu naartoe? Ja. En je uitdrukken in een andere taal is natuurlijk wat anders dan. Ja, dat is waar. Ja. Dus dat is, nou... had jij nog een vraag, Dami? Maar misschien kunnen we nog een fractie van het uitzicht zien? Of is dat lastig met je laptop? Ik zie mijzelf niet, want er zit iets overheen. Ik weet het niet, Paul, of dat gaat. Ik trek nu de stekker eruit, want dan kan ik lopen. Hè? Wacht even. Ja, we houden nog beeld. Ja? Ja. Oké, want anders, ik zit vast namelijk. Wat klinkt dat ook rigoureus, hè? Als psycholoog om te zeggen, ik trek nu de stekker eruit. Oh ja, mooi. Ja, zo kun je wel de lockdown... Goh.
Nou, zie je wat, Paul? Ja, ik zie de hele de vallei. Vallei. Ja. Mooi. Ja. En we hebben voor het eerst ook ontdekt in de lockdown hoe mooi onkruid is. En ja, we hebben nu, alles laten staan. Qua wat onkruid betreft. En dat is veel mooier dan dat gemaai, wat ook lastig was. Ja. Dus, maar het mag niet te hoog komen natuurlijk. Hè? Dan is het voor de brandveiligheid is dat weer niet goed. Want welk onkruid vind je het mooiste nu dan, wat je ontdekt hebt? Nou, daar kan ik zelfs antwoord op geven meteen. De ui. Ik heb iets zitten volgen waarvan ik dacht, wat is dit voor bijzonders? Met een vlies eromheen. Dus omdat ik hier zo lang zat, kon ik het echt van dag tot dag volgen. En dat bleek een ui te zijn. Ja, van die paarse, zo'n paars scherm. Ja, ja, met zo'n vlies eromheen. Het zou wel een mooie titel voor een boek zijn. De ontdekking van de ui. Ja. Psychologische roman. Nou, en nu blijf je nog een tijd? Of, Nee. We zijn nu maar eventjes. We zijn nu maar een weekje. Oh ja, want hoe lang ben je in de vorige lockdown gebleven dan? 3 maanden, zei je geloof ik. 3 maanden in totaal, ja. 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 En dat was natuurlijk ook uniek, omdat we helemaal niets meer te zoeken hadden in Nederland. Nee. Geen werk, geen oppas, geen vrienden, we konden toch niks. En dat komt nooit meer terug, denk ik. Nee, ik proef al een soort heimwee in je stem. Ja. Dat is waar, eenmaal. Ja, dat is eigenlijk wel zo, ja. Ja, nou, maar dat kan je heel veel mensen, ook mensen die tijdens de lockdown enorm geklaagd hebben, van nou, we moeten ons het overkomen. En nu het voorbij is, denken ze, god, dat toch wel, was ook wel mooi. Stil Amsterdam, stil Rotterdam, al die stille steden. Dat je elkaar niet hoeft te omhelzen. Dat, voor menigeen is dat ook een bevrijding geweest. Ja. Dus heel veel heimwee komt erboven. Ja. Nou, maar wel naar stukjes, hè, Paul. Niet naar alles, maar naar stukjes wel heimwee. Ja, dus naar stukjes, ja. Stukjes, ja. Nee, niet, want we hebben ook iemand gesproken die corona had. 8 maanden geleden, geloof ik. Ja. En daar nog steeds last van heeft. Nog steeds wel het reukvermogen terug, maar dat kan ook. En dat hebben jullie niet. Jullie zijn veilig gebleven, eigenlijk. Tot nu toe wel. Ik raak nu even hout aan. Ja. Ja. En je bent nog niet gevaccineerd? Volgende week de tweede keer. Dat is ook een reden om terug te gaan. Ja. Nou, fijn. Nou, veel sterkte en veel plezier. En tot de volgende keer. Wat Dami nog een vraag? Nee, genoeg. We weten alles. Oh, we weten alles. Ja. tot de volgende keer. Nou, dankjewel voor het bellen en voor de kans. En voor het antwoorden. Dag, Aiti. Dag. 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 Nou, leuk. Het is inderdaad leuk. Ja. Zo'n verhaal van binnenuit. Dat inderdaad iemand, zonder dat het een groot drama gebeurt, maar het is gewoon een hele leuke manier om ook zo op die manier te komen. Nou, je kan het dan, als je dus positief opvangt, de lockdown komt eraan en je kan niet naar buiten, dan kan je dus ook gewoon denken van, het is ook een extra vakantie. Het is net, nou, zoals wij eigenlijk met de uitzendingen begonnen zijn, we hadden ook thuis kunnen klagen en allemaal erg. Maar we hebben, we zijn actief geworden. En ik had het idee dat ze nooit zo'n tuinierster was. Nu heeft ze de tuin ontdekt. Ja. De ui, is een hele mooie wilde plant. Heb jij die ook wel? Ja, dat is de allium. Maar die heb ik zelf in de tuin geplant. Van die uienbollen. En er komt een hele lange stengel uit. En dan een knop. En die gaat open. En er komen heel veel. Net een toiletborstel. Ja, zo'n ronde bal. Oh. Zag ze vandaag bij de bloemist staan. In Bussum, bloemenstal. En er komen allemaal bijen op af ook. Die zitten allemaal op die uienbollen. Dat is een heel mooi gezicht. En die kun je ook heel mooi indrogen. En op de vaas zetten. Dat kan ze ook in Nederland planten. En hoe heet dat? Die bekende, bekende tuinarchitect. Waar ik het vaak over heb. Piet Oudolf. Die gebruikt ze ook heel veel in zijn tuin. Dus kenmerkend voor een Piet Oudolf. Maar jij mag niet zeggen, het is een toiletborstel. Dat hij op een toiletborstel lijkt. Nou, dat lijkt hij toch. Echt waar. Of een toiletborstel lijkt op een ui. Ja, maar dan hebben de mensen thuis, die hebben ze dat steeds
de associatie met een mooie toiletborstel heb jij in de tuin. Ja, maar toiletborstel is nee, niet lelijk. Het is meer een ragebol. Het is een raag, zo'n ronde, ja. Zo'n ronde bezem waarmee je in hoekjes stof kan weghalen. In onbereikbare plekken. Maar ook door buizen. Dus daar is de wc-borstel op, om de buizen in kan. Ik weet niet of veel mensen nog ragebol, zouden veel mensen ragebol nog kennen? Nee, pak gewoon de stofzuiger. Ken jij het woord ragebol? Ja, we hadden er thuis ook een ragebol. Een uitschuifbare, hele grote toiletborstel. Ja, leuk. Zie je, interessant. In de kerk had je het ook altijd zo'n met heilig water. Nou, ja, een toiletborstel had je een soort bak met water. En dan ging dan, had je ooit zus de nagelhout in de kerk. We hebben ooit bij de begrafenis van mijn opa of zo. En die deed toen extra veel water, of met kerst daarna, na de begrafenis van mijn opa. We kenden dat een oudere zuster, een non als het ware, maar ik moet dan een zuster zeggen. En die had dan ook zo'n die toiletborstel bij de kerstmis, of zo ging ik toen heen. En deed ze heel veel water en toen ze ons zag, deed ze heel veel zo wijwater, water, expres. Het waren we zeiknat. Maar jullie nabestaanden waren van mijn opa, dachten jullie wat extra wijwater nodig. Nee, maar het beste van het was een hele leuke vrouw was dat. Maar ik zag, hoe heette die dan? Zuster Nagelhout heette ze. Wat een leuke naam ook. Ja, het was een hele leuke vrouw. Maar ze zag ook echt zo, lachend. We waren allemaal zeiknat van dat wijwater. Dus ga even zoeken hoe de ding heet in de katholieke kerk. Het is toch geen heilige toiletborstel? We gaan naar... Je steekt er wel wat van op. Ja, we kunnen nu naar Marion Heineken bellen, die in India, Magaloor. Of we kunnen naar Arnold Jansen op de Haar. Die heeft een leuk boek, of een goed boek geschreven, Schurft. Ja. En het grappige is, hij woont in Engeland, heeft ook via een Engelse uitgever, maar het is zijn eigen uitgeverij. Maar in Engeland gevestigd. Ja. Hij geeft ook meer boeken uit in het Engels. Maar heeft hij via zijn eigen Engelse uitgeverij zijn in het Nederlands geschreven boek Schurft uitgegeven. Oh, dat is een beetje lastig, omdat... Ja, wat is Op de Haar dan? Is dat het kasteel De Haar in Haarzuilens? Hij heet Jansen Op de Haar. Misschien dat hij dat er link is met het kasteel Haarzuilens Op de Haar. Maar het kan ook, dat kunnen we aanvragen. Ja. Of zullen we eerst Marion Heineken, of zullen we eerst... Nou, eerst maar Arnold Jansen Op de Haar. Dan eindigen met Marion Heineken. Ja, en dat is via Sky. En die zit in de buurt van Londen, maar niet in Londen. Oh, maar daar hebben we iemand in. Daar kunnen we een beltje straks. Oh ja. En dus deze. Misschien maar met de vragen waar hij zit. In welk deel van, waar in de buurt van Londen. En nou zitten we al, zoeken we al verbinding. En we hebben al volgens mij verbinding, alleen nog geen mail, wel geluid. Ja, hallo. Hallo Paul. Hallo, dag Arnold. Je zit al in de uitzending nu op dit moment. Grappig hè. We vroegen ons af in welke plaats je nu zit in Engeland. Ik zit in Malmesbury, dat ligt in de West Country, richting Bath. Oh, die kant op. Ja, want we gaan straks een pijltje plaatsen op de landkaart van waar we de afgelopen anderhalf jaar allemaal verbindingen mee gehad. Want we hebben met correspondenten over de hele wereld steeds gesprekken. Ja. En jou kennen we ook nog van Vincent Bijlo. Jij hebt een boek uitgegeven van Vincent. Ja, een paar jaar geleden. Ja. Ja, The Institute, het instituut. Of het Blinde Instituut, een min of meer autobiografische roman van Vincent, die in het Engels vertaald is. Ja, en waarom woon je eigenlijk in Engeland? Wat is de reden? Of in Groot-Brittannië? Ik run hier samen met mijn zus een uitgeverij. En zij woonde hier al 30 jaar. Ik schreef in Nederland. Ik was een struggling writer. En toen hebben we besloten om samen hier door te gaan met een uitgeverij. Zij zat al in het uitgeverwezen, is voor zichzelf begonnen 12 jaar geleden. Ik heb toen nog een tijdje vanuit Nederland van afstand met haar samengewerkt, vanuit Nederland. Maar mijn moeder leefde toen nog en toen mijn moeder overleden was, toen ben ik naar Engeland gegaan en hebben we het samen gedaan. Eerst in Londen en toen zijn we verhuisd naar Malmesbury, want hier heb ik meer rust om te schrijven. En je schrijft, je bent uitgever van ook Engelse boeken? Ja, we zijn eigenlijk een Engelstalige uitgeverij. En soms geven we boeken, Nederlandse boeken in het Engels uit. En sommige boeken ook in het Nederlands en het Engels.
En je kunt het hoofd boven water houden daarmee? No. Ja, COVID en Brexit, het is heftig. Het is een heel heftige periode geweest de afgelopen tijd. Dus we zijn echt gewoon aan het overleven. Oh, ja. Wat hoor ik nou voor geluiden af en toe? Hè? Of is dat, heeft het met de verbinding te maken? Vraag even aan Mark. Ik denk dat de verbinding is. Nee, je staat misschien het geluid te hard of zo en dan echo't het. Dan echo't het in de microfoon. Maar dat zachter zetten? Maar misschien helpt dat wel, ja. Ja, iets kunnen we zacht, proberen. Ja. En die, maar je hebt zelf nu een roman, daar hebben we het al aangekondigd, geschreven, die je ook zelf uitgebracht hebt onlangs. Hè? Ja. Ja, hij is net uitgekomen. Onze uitgeverij heeft hem uitgegeven. Dus mijn uitgever is tevens mijn zus. Dus ja. dat was vrij makkelijk. Maar, ja, waarom? Zij kan toch ook zeggen van, nou, ik heb het gelezen, broertje. Ja, zeker. Maar ik vond het niks. Dat kan ze ook zeggen. Ja, dat kan ze zeker zeggen. Ja, nee, want ze zit er zelf in. Dus ja, ik schrijf dat ze vies eet. Dus ja, bijvoorbeeld, dat doet ze niet, maar dat vind ik. Maar goed, dus dat zit erin. Maar daar zit zij niet mee. Ze zegt, het is een personage ik ben daar een personage in die roman. Ja. Dus ik zie mijzelf gewoon niet als degene die jij beschrijft. Dat zit in jouw hoofd. Maar anderen zouden het misschien wel kunnen zeggen. Hè? Van, ik ben helemaal niet blind. Of bij wijze van spreken. Of ik geluid geen boeren. Want je moet in een roman. We hebben het toevallig ook net in deze uitzending ook over de roman gehad. Iemand die een boek had geschreven en die zei, ja, het is eigenlijk meer een essay eigenlijk dan een roman. Want een roman, ik weet niet wat die... Een novelle of een essay. Ja. Dus okay. Maar hoe weet je dan dat het een roman is? Nou ja, er zijn situaties gefictionaliseerd. Er zijn deel van de namen is gefictionaliseerd. Dus, maar de kern is autobiografisch. Maar daar verzin je dingen bij. En dingen gaan een eigen leven leiden. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met wat Knausgaard doet. En Reven, het is een soort bekentenisliteratuur. Maar ja, je weet ook niet precies. En weet je bij Reven ook niet wat er nou precies wel waar is. Niet waar is. Heeft ook namen veranderd, situaties veranderd. Mensen herkennen zich wel, mensen herkennen zich niet. Maar het gaat meer om de kern van het boek. Ja, en is het dan voor jou moeilijk, als je het zelf geschreven hebt, om ook de promotie te doen? Want als uitgever weet je precies waar je de accenten moet leggen eigenlijk. Ja. En het persbericht vond ik wel aangrijpend. Dan krijg je wel de neiging om het te gaan kopen. Maar hoe zou je het nu onafhankelijk... Ja, dan hoor ik mezelf helemaal terug. Hoe kan dat dan weer? Nou, dat kan niet. Maar daar moeten we ook helemaal geen last van hebben. Nee. Maar hoe zou je het zelf verkopen? Wat zou je nu bijvoorbeeld zeggen? Want we hebben nu een heel geïnteresseerd kijkerspubliek. Ja. Waarom ze het moeten kopen? Nou, het boek doet twee dingen. Het gaat over een man die dus hier woont. Een man met zijn zus en die woont in een uitgeverij. Dat is een geliefde op afstand in Nederland. Dat zijn twee botsende werelden. Ook twee verschillende landen. Heel verschillende landen. Twee hele botsende werelden. Komen die hoofdpersoon samen. Het boek stelt de vraag aan de lezer. Is dit een liefdesverklaring of is het verraad? Een beetje zoals je net zei van, ja, is het nou autobiografisch en kunnen mensen zich herkennen? Maar ik weet zeker dat lezers, degene die het al gelezen hebben, die gaan zich afvragen, is dit nou als je dit opschrijft, iemand al zijn geheimen en alles, geheimen maken een beetje tot wie je bent, denk ik. Is dit een liefdesverklaring, dit boek, of is dit verraad aan iemand? Op alles opschrijven en over de je hele omgeving. En die vraag stelt het boek heel erg. En hoe nou met de promotie is het zo dat alles komt nu bij elkaar. Er is een geliefde op afstand in Nederland. Er is een uitgeverij die op omvallen staat. We hebben een boek wat we uitbrengen. Wat moet helpen bij ons overleven. We hebben ook een sponsoractie gehad om überhaupt het boek uit te kunnen brengen. Dat is gelukt. Dus het boek is er. En nou moet het boek het zelf gaan doen. Maar in dat boek komen dus eigenlijk de echte wereld en de fictie komen heel erg bij elkaar. Ja, want je vriendin die zit nog in Nederland. Ja, die heb ik in september het laatst gezien. En die heeft het boek al gelezen? Ja, die heeft het boek. We zijn al door diverse crisis heen gegaan. Och. Ja. Maar ze begint geen proces tegen je? Nee, nog niet. Nee. Ik ga binnenkort naar Nederland, 10 juni. 5 dagen in quarantaine. Dat gaat bij haar gebeuren en ik ben bij haar dan. Dus... Oh ja,
Dan valt het wel mee nog. Dan valt het wel mee. Ja, het valt wel weer mee. Ja. Ja, voor de verkoop is dat niet goed. Hè? Dan had het beter geweest zijn als hij echt met een proces dreigt. En... Nou ja, je weet maar nooit. Er zijn nog meer mensen in het boek. Die hebben het nog niet gelezen. Oh ja. Ja. Maar en het is je eerste roman? Nee. Oh, dat niet. Nee, dat is waar. Nee, ik heb de biografie gelezen. Maar wel de meest persoonlijke roman. Ja, de meest persoonlijke. Ja, ik ben 24 jaar geleden, geloof ik, is het inmiddels. Ben ik gedebuteerd bij de Arbeiderspers met de Koning van Tuzla. Ging over mijn tijd in het leger. Kort daarna ben ik eruit gegaan en ben ik fulltime gaan schrijven. En toen kwam die eerste roman. Dus nee, dit is, maar het komt steeds dichter bij mij zelf. Dus het leven komt steeds dichter bij het schrijven. Ja. Je krijgt ook steeds meer les daarin, vind ik zelf. En je went er ook steeds meer aan dat dat zo is. En ook wel de mensen in de omgeving wennen er ook steeds meer aan dat dat zo is. Ja. Ik denk dat iedere schrijver er wel last van heeft, hoor. Dat mensen in zijn boeken, ook al is het fictie. Maar... Ja, ik heb het zelfs met mijn dagboeken gehad die uitgekomen zijn. Dat het ook... terwijl dat gewoon niet eens fictie is, maar gewoon opgeschreven op de dag zelf. En dat ter discussie gesteld wordt. Ja, maar het is toch gewoon jouw blik, hè? Dus het is toch niet een absolute waarheid of absolute werkelijkheid. Ook zelfs in een dagboek is het gewoon jouw blik en wat jij denkt. En het interessante maakt hoe jij denkt. Ja, precies. En komt Vincent en Mariska, komen die er ook in voor nog? Ja, want ik heb het beschreven, die presentatie komt erin voor. Want daar kun je zien hoe de hoofdpersoon reageert op dingen. Ik kan heel slecht tegen als ik in een gezelschap ben. En ik ben er als muurbloem, zou ik maar zeggen. Hè? Als gast, ergens. Ja. Dan heb je kans dat ik helemaal weinig zeg en een beetje schaapachtig lach. Als ik op het podium sta en dan de voorstanders, mensen de aandacht aan het besteden, ja, dan ontwaak ik wel. Maar, en dan schrijf ik dan een beetje. En ik herinner me, ik sta met jullie daar buiten, buiten die receptie. En er komt er een man langs die ook op de receptie was. En dat is een man die 50 miljoen mensen heeft gered. En dan denk ik, ik sta hier met Paul, met Dammy en met Vincent en Mariska. Ik had wel even die man kunnen voorstellen binnen. Maar dat was dan weer. Dat gaat dan in de geheel. Is dat dan weer niet gebeurd? Maar die man heeft 50 miljoen mensen gered. Maar hoe dan? Ja, hij heeft een Joodse arts. Heeft de oorlog overleefd, de Holocaust. En heeft na de oorlog heeft hij iets bedacht tegen dehydratie. Dehydratatie heet het in het Nederlands. Dus uitdroging. Ja. Een bepaalde combinatie van dingen. Ja, nog, daar hebben alle grote hulporganisaties gebruik van gemaakt. En. Nee, okay. Bill Clinton heeft hem op het Witte Huis gefeteerd. Maar die heeft bij ons een dichtbundel uitgegeven op hoge leeftijd, die man. Oh. Maar die start over. Die had ik niet eens voorgesteld, weet je wel. Maar dat soort, ja, wat je dan denkt, dan leer je de hoofdpersoon beter kennen, zijn karakter. Nou, en hoe kunnen mensen aan je boek komen? Dat is belangrijk. Hij moet de boekhandels kunnen. Hij ligt nog niet zoveel in de boekhandels. Maar de boekhandels bestellen hem via... We zitten wel in Engeland, maar het Centraal Boekhuis verspreidt hem. Dus elke boekhandel kan het boek. Hier is het boek. Oh ja, schurft. Ja, tuurlijk. Bij ons mag alles. Dat is het fijne. Dat is heerlijk, hè? Ja. Nou, ze kunnen bestellen in de boekhandel, dan is het zo. En het ligt overal in Nederland. Nou, mooi. En informatie kunnen ze krijgen op jouw website? Of bij de uitgeverij? Ja, www.hollandparkpress.co.uk. www.hollandparkpress.co.uk. Ja. En ik had nog een vraagje. Daar is het ook te vinden, ja. Ja. Arnold Jans op daar schurft, je kunt het gewoon googlen en dan krijg je het ook allemaal overal. Dus ja. Ik ga nog even de kamer opzoeken. Maar je had het over, toen je in het leger zat, had je een boek geschreven, De Koning van Tuzla. Dat was het voormalige Joegoslavië, Tuzla. Ja. En heb je daar ook als soldaat gezeten? Ja, ik was commandant van 220 man op, 212 man moet ik zeggen, op Tuzla Airbase. Dat ligt niet zo ver van Srebrenica, dat ligt in centraal Bosnië. En ik heb dat vliegveld geopend voor hulpgoederen. Dus we hebben daar een half jaar gezeten. En ook nog in de stap naar Duim is een ander gebied. Ja, want we hadden in deze uitzending net ook een gesprek met Nick Teunissen. Die heeft een boek geschreven over een jongen die altijd aan de poort kwam bij het Nederlandse kamp in Potokari. Ja. En daar heeft hij een boek over geschreven. Dat verschijnt nu op 11 juli. Okay. Als de ondergang van Srebrenica wordt herdacht. Ja. En maar je moet de uitzending maar terugzien. Dan kan je dat ook bekijken. Ga er naar kijken. Zeker. Ja. Nou, Arnold, tot de volgende keer. En veel sterkte. Ja. En we volgen je wel dan. Of je het overleeft qua uitgeverij. Dat is de vraag. Ja, dat is de vraag.
Ja. En dat hangt van dat onze kijkers. Onder andere van onze kijkers hangt dat af. Van de kijkers. Of ze heel allemaal naar de boekhandel sneller. Ja, het is gewoon. Ja, nou ja, het is volgende week ook hoor, trouwens. Maar, ja. Volgende week moet je misschien tegen de kijker zeggen: het is uw schuld. Of dankzij u is de uitgeverij gered. Ja, ja, nou, dankzij u. Ja, dat zou mooi zijn. Dat wordt het. Nou, ik heb nog een vraag. Oh, nog een vraag. De naam Arnold Jansen op de Haar. Heeft dat een link met het kasteel Haarzuilens, met het plaatsje De Haar? Nee, dat heb ik zelf lang volgehouden, maar dat is niet waar. Ah. Een haar is in het oosten van Nederland is dat een verheffing in het terrein. Ik ben bang dat het is een boerderij. Oh, ja. Jansoon woonde op die haren en dat was een De Haar. Dat was een terp. Zoals in elke streek van Nederland heeft een andere naam. In het Westland heet het De Geest, op De Geest. Ah. En daar schijnt mijn naam weer vandaan te komen. Kijk. Ja. Dus het is niet zo chic als je denkt, maar het is zelf wel. Iedereen die zo heet is wel familie. Ja, precies. Nou, tot de volgende keer dan. Ja, en een fijne dag nog. Dag. Ik heb ook nog een antwoord op een vraag die hier voor het gesprek is. Maar hebben wij het adres van de website? Dat heb je dat kun je op de... Ja, dat kunnen mensen zien. In de ondertiteling staat dat, verschijnt dat. Goed, waar de mensen het boek kunnen bestellen. Of informatie kunnen krijgen. Maar ik heb een antwoord op de vraag die was blijven liggen voor hoe dat... Die ragebol heet waarmee mensen met bijwater besprenkeld worden. Heet een aspergillum. Aspergillum? Ja. En asperge is gewoon dus... Asperge? Ja, asperge. Nee, asperge. Hoe zou je dit in het Latijn zeggen? Ja, asperger, denk ik. Ziekte van asperger. Ja, maar dat heeft weer een andere bijbetekenis. Maar asperger, asperge, asperger. Asperge, ja. Dat is nou stom dat je... Hoe heet het nou ook alweer? Aspergillum. Aspergillum. En dan heb je nog gillum. Nee, gillum, het is gewoon... Maak je een zelfstandig naamwoord. Het ding waarmee je aspergert. Gillum. Aspergillum. Nee, gillum is gewoon het handvat. Het handvat, de stok waarmee je... Ja. Een leuke achternaam ook, aspergillum. Janneke aspergillum. Maar zo heet het dus. Aspigum, het lijkt ook een beetje aspergillum. Dankzij Google kan het altijd heel snel vinden, dat soort dingen. Ja, wat handig. Nooit meer naar school. Nee. Dan kunnen we eens kijken of Marion er is aan het slot. Marion Heijnink in Bangalore, daar hebben we vaak mee gesproken. En ze heeft ons heel vaak verslag gedaan voor de situatie. In een periode dat er helemaal niks aan de hand was, leek het. Tot na de laatste tijd, dat het dus heel erg is in India. En een van de grootste brandhaarden qua corona van de wereld. En dan gaan we daar naartoe. Ja, dag Marion. Hallo. Hallo Paul. Hoi. Ja. Oh, wacht, ik zie de camera nog even. Oh, die zie je. Ja, ik zie jullie nog niet. Kijk. Oh ja, nu wel, ja. Oh ja. Oh ja, dan had ik iets fout gedaan. Maar hoe is het met je? Goed. En met je familie ook? Ja, gelukkig allemaal nog veilig. En het gaat ook langzamerhand weer de goede kant op hier. We zitten nu ongeveer op een kwart van het aantal besmettingen van het hoogtepunt begin mei. Dus dat is heel fijn. Ja, want we hebben nu een aantal mensen gesproken ook. We zitten een beetje terug te blikken over de hele periode. Hoe de mensen, onze correspondenten, zeg maar, de lockdownperiode hebben doorgemaakt. En jij bent heel sterk geweest eigenlijk ook. Ja, de anderen ook wel hoor, door de hele periode heen. Altijd optimistisch ook. En je bent nog niet gevaccineerd, hè? Eén keer. Oh ja, één keer. Ja, ja. Ik hoop eind deze maand mijn tweede vaccinatie te krijgen. Dus dan voel je toch wel veiliger ook, hè? Ja, dat is wel een hele geruststelling. Mijn man is al 2 keer gevaccineerd, dus ja. En de kinderen, komen die ook aan de beurt, de kinderen? Nou, vooralsnog niet. Want Pfizer en Moderna, daar zijn natuurlijk die testen voor de 12 tot 15-jarigen uitgevoerd. Maar die twee vaccins, daar is de Indiase regering nog mee in onderhandeling. En het Indiase vaccin, dat wordt op dit moment op die leeftijdsgroep getest. Dus daar is het wachten op. Ja. Ja. Ja, het is zo grappig dat we nu ineens weer in Bangalore zitten. En net zaten we in Sarajevo.
En in de buurt van Frankrijk. Londen. En in de buurt van Londen. Zo over de hele wereld gaan we. En al die verbindingen zijn goed ook. Ook wel gelukkig. Ja, en jij hebt ook gewoon door kunnen werken. Hè? Je geeft Duitse les, hè? Ja, gelukkig heb ik dat mooi vanuit thuis kunnen doen. En doe ik nog steeds. Via Zoom gaat dat heel goed. Dus dat is wel heel fijn. Dat is natuurlijk een luxe positie. Dat realiseer ik me ook wel. Want de meeste mensen kunnen natuurlijk helemaal niet van thuis werken. Nee. En die moeten zich dan toch elke dag blootstellen aan het gevaar, zou ik maar zeggen. Want je geeft Nederlanders Duitse les? Of ook Engelse? Nou, eigenlijk Indiase mensen. Ik heb twee studenten die zitten hier in India. En ik heb één Indiase student die woont in Zwitserland. En één Indiase student die woont in het Verenigd Koninkrijk. Goh, dus, en je spreekt beide talen vloeiend dus dan? Ja. Op het handen. En Nederlands uiteraard. En Nederlands uiteraard, ja. Maar je geeft geen Nederlandse les. Nee, dat is niet nodig natuurlijk. Geen behoefte aan. Niemand wil dat leren. Nou, de vraag daarna neemt wel toe. Maar het is hier nog een beetje lastig om die lesboeken hier naartoe te krijgen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb Duits gestudeerd. En ik vind het ook een hele mooie taal. En het voordeel is wel als je zeg maar een andere taal echt ook als vreemde taal hebt geleerd, dat het dan ook makkelijker is aan anderen uit te leggen. Want als je je moedertaal moet onderwijzen, dan doe je veel dingen al automatisch goed. En dan zul je dus vanuit een hele andere hoek erin moeten verdiepen hoe je dan die grammatica aan mensen uit moet leggen die die taal nog leren. En met Duits, dat heb ik, ja, mijn moeder komt dan wel uit Duitsland, dus ik heb het tijdens familiebezoeken en zo wel voor een deel opgepikt. Maar de hele grammatica heb ik net zoals ieder ander moeten leren. Dus dan ken je alle regeltjes wel. En dan is dat eigenlijk makkelijker uit te leggen, vind ik. Ja, en de grammatica die was ook vrij lastig, hè? Weet ik je ook nog te herinneren van vroeger. Ja, precies. Als bij Mietnacht zei van zo. Mietnacht neben soms. Ja, de naamval, ja. Ja, maar en jij, want we hadden ook net iemand uit Berlijn, dat is ook wel leuk in de uitzending. Want ben je vaak in Duitsland geweest ook? Voor je moeder natuurlijk. Ja, mijn moeder komt uit Hamburg, dus daar zijn we vaak op familiebezoek geweest. Maar we brachten meestal ook wel de zomervakanties ergens in Duitsland of Oostenrijk door. Dus we zijn al heel vaak geweest. Alleen de voormalige DDR, dat ken ik dan nog niet zo goed. Omdat ik natuurlijk opgegroeid ben in de tijd dat die muur er nog was. En dat je nog niet makkelijk naar de Oostbloklanden kon reizen. Dus dat zou ik nog graag wel een keer willen zien. Ja, en heb je ook al plannen daarvoor? Op dit moment nog niet, nee. Heb je ook al plannen om weer naar Nederland te gaan? Of is dat ook, hangt het nog van af? Nou, we zitten te kijken of we misschien eind juli of zo voor een korte vakantie naar Nederland zouden kunnen gaan. Want we hebben mijn ouders ook al anderhalf jaar niet meer gezien. Nee. En nu is het eigenlijk voor het eerst zo dat de situatie zowel in India als in Nederland, dat het een beetje de goede kant op gaat. En dan zou het misschien mogelijk zijn om daar naartoe te reizen. Dat we, de kinderen, die zijn nu wel, hun zomervakantie was helaas net nu weer voor het tweede achtereenvolgende jaar in lockdown. En die zijn net deze week weer met school begonnen, met online lessen. Maar ja, dat geeft natuurlijk wel de mogelijkheid dat ze van daaruit ook dan de online lessen kunnen volgen. Ja. Nou, mogen we nog even het uitzicht zien ook aan het slot van deze enerverende uitzending? Ja, de regentijd is hier begonnen gisteren, dus het regent buiten. Oh, wat leuk. Dat is altijd wel leuk om te zien. Niet misschien om doorheen te lopen, maar het is wel leuk om te zien. Ja. We hebben al een onweersbui gehad, dus dat... Oh, dit balkon. Oh ja. Ja. Hoe laat? Nou, het loopt de verbinding vast. Hij loopt. Hallo, versta je me nog? Ja. Daar zijn we er weer. Ja. Ik ga weer even naar binnen. Ik versta je nog wel. Oh ja. Want wie ligt er nu binnen? Dat is mijn zoon. Oh ja. Aan het studeren. Nou, eens even spelletjes. Hallo. Dag. Wat leuke beertjes.
Ja, wacht me even op het bed. Ja, hij spreekt geen Nederlands natuurlijk ook. Hè? Ja, nou, hij spreekt Nederlands. Oh, wel, Nederlands. Okay. Oh ja. Ja. Nou, dan, dan lopen we zo weer terug naar je eigen kamer, denk ik. Of, ja. Ja. En had Dami nog een vraag? Nee, ik had... het is heel, heel warm weer hier. Maar ja, het is warm hier. Daar ook bij jullie. Het is, welke, is nu regentijd bij jullie? Of? Ja, regentijd. Ja. Nee, wij, dit is nu niet rechtstreeks. Onze uitzending is nu niet rechtstreeks. Dus dat is voor ons ook anders. We hebben geen chatberichten nu. Nee, dat is wel een beetje jammer. Dat vind ik ook wel jammer dat jullie niet meer wat later... Nee, we komen wel af en toe de ene keer rechtstreeks en de andere keer opgenomen. Het is ook een experiment. Maar ja, we gaan wel de hele zomer door, in ieder geval. Ja, dat is heel fijn. En vorige, ja, week, vorige week op 4 juni waren we wel rechtstreeks. En toen waren we 's avonds, zonden we uit. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, maar dat dat is heel ingewikkeld, want het is nu 4 juni. Dat we het opnemen. Dat, ja, maar dat is al gezegd ook in de uitzending. Ja, oh ja. Dat het, dus we moeten ook eerlijk zijn. Ja. Wij spelen open kaart. En we gaan vanavond de uitzending, de rechtstreekse uitzending van 4 juni opnemen. Ja. Gooi het maar open ook. En die kan je dan terugzien weer. Ja, die kan je daar gewoon kijken. Ja. En daarom hangt er dus geen klok. Ja, maar dan slaap je waarschijnlijk, Marion. Ja, maar dan kan je morgen terugzien. Ja, dan ga ik het morgen terugkijken. Ja. Ja. Ja, nou, een hele fijne tijd. En als je in Nederland komt, dan is het wel leuk om elkaar te ontmoeten. Misschien dan... Kunnen dat zou wel... Kunnen dan stuur ik een berichtje. Ja, hartstikke goed. Tot de volgende keer dan. Dag! Ja. Dag! 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 Doeg! Dag! Dag! Nou, zie je. Dan hebben we open kaart gesprekken. Ja, het is al een beetje verklapt. Maar dat maakt helemaal niet uit. Nee. Want het gaat om de gesprekken en de mensen. Het zijn interessante mensen die we altijd in de uitzending hebben. Die uit kunnen praten, die met mooie verhalen komen. We waren zo gewend, al die uitzendingen altijd om rechtstreeks te gaan. En nu dus af en toe. En dan moet je even wennen aan het feit dat je niet rechtstreeks bent. Ja, precies. Dit pas over een week wordt uitgezonden. Maar de meeste, meestal 4.000-5.000 mensen die kijken uitgesteld. Ja. Die kijken niet naar de rechtstreeks uitzending. In eerste instantie kijken we een paar honderd, 200, 300, 400, 500 soms. Ja. Ja. En indirect, niet rechtstreeks, 5.000. Kijk, ik heb de klokcamera. Ik had een camera op de klok. Kijk, wat je nu ziet op de Cinezeekant. Kijk, dan zie je het aan het schilderijtje hangen. Maar het is een heel mooi schilderijtje. Oh. Ja, dat staat er eigenlijk op. Marie Newman is dat. Oh, wat mooi. En drie fases van zo'n Frans vloeipapier. Die waren vroeger heel erg gewild. Want je had Risla en Trix sigarettenpapier. Maar je had ook van die Franse, dat zijn deze dus. En het was een ander soort kwaliteit papier. Die waren dunner. En ze konden minder goed tegen vocht, volgens mij. Dus kon ze niet likken. Jawel, het is ook anders plakt het niet. Nee. Hoewel je ook wel vloedjes had die je helemaal niet plakt, maar die bleven toch aan elkaar vastliggen. Kunnen we de volgende keer weer een ander schilderijje ophangen? Want we hebben nog een camera op het schilderijtje staan, dan hangt die nu iets hoger. Het ziet er wel gezellig uit. Ja. Ja. Zo. Heel leuk, mooi. Hoor. Nou, dan gaan we afronden. Want dan, en volgende week, vrijdagavond, zijn we er weer. Weer om 8:30, dan weet je dat. En ook op donderdag, Dolmans Denderende Donderdag. Ja. En dit was ook eigenlijk, we hebben veel aan boeken gedaan vandaag. Maar uiteindelijk gaan we ook een zelfstandig boekenprogramma doen. Heel veel plannen hebben hoor, heel veel plannen. En ook af en toe gaat het dan via Betty Asphalt Plus, onze abonneeszenders, voor onze trouwe abonnees, mensen die ons steunen. En die ook genieten van de programma's en ook van de archiefbeelden die we hebben. En af en toe dus ook rechtstreeks weer. Ja, dus de wekelijkse uitzending bij. Blijf ons volgen, dan volgen we jou ook. En als je op de hoogte wil blijven, puur alleen op de hoogte blijven, hoeft u geen geld voor te betalen, dan kunt u lid worden of u abonneren. Bent u misschien al op het YouTube-kanaal. Dan wordt u altijd op de hoogte gesteld wanneer een nieuwe uitzending is. Ja, dat is wel fijn. Dan, als je tenminste op het belletje. Je hebt het belletje drukken. Moet je op het belletje drukken en dan kun je ping en dan weet je dat er een uitzending gaat komen. Tot volgende week dan. Dag.